Als beheerde baan zorgen we voor inspecties die op jaarbasis uitgerold moeten worden. Dat doen we in teamverband, dus in tweeën. De beginfase om te zorgen dat het spoor niet naar onderen qua kwaliteit gaat. Om dat eigenlijk te doen, dat probeer je met je inspecties eigenlijk voor te blijven. En dan wordt van ons eigenlijk gewoon verlangd dat ik ga handelen. De handelen kan zijn door te zeggen van, nou, we gaan er een keer naartoe, bijvoorbeeld naar een krol. Om die krol gaan we het spoor proberen op hoogte te brengen. Maar het kan ook zijn dat we grotere maatregelen gaan treffen. Dat we gewoon zeggen van, we steken een paar nieuwe bielsen. Met die spoorstaf op. Het is een heel breed schaal eigenlijk wat we eigenlijk allemaal te doen. Veiligheid staat heel hoog in ons vaandel en bij mij helemaal in het vaandel. Zonder dat alles gewoon goed geregeld is, gaan we niet aan het werken. Je hebt een dagstoringsdienst of een avondstoringsdienst. En in die tijd doe je eigenlijk alles dat de treinloop weer hervat kan worden. De doorgroeimogelijkheden die we hebben zijn heel breed eigenlijk. Er is altijd wel een weg te vinden binnen volken, om je toch een plek te geven waar je eigenlijk thuis wil. Je cursus, je opleiding, alles is eigenlijk voorhanden. Het is echt niet zo dat de werkgever jou zal laten vallen, op wat voor manier dan ook. Er is altijd werk aan het spoor. En als je eenmaal je draai gevonden hebt, dan blijft het wel goed komen. Het salaris is goed. We zitten bij de RIS-CEO op dit moment. Ja, en het werk als beheerder zijn de vrijheid die ik heb om zelf dingen in te regelen. Maar die vrijheid, dat kun je niet kopen. De voldoening haal ik eigenlijk elke dag met het spoor te gaan. Op het moment als ik mijn auto start en ik rijd het spoor weg, ben ik overtuigd van wat achter me ligt, dat dat netjes is en goed is. Daarbij spoorman voor, die trein mag gewoon rijden. En dat is gewoon de spot om toch het hele jaar door te zorgen met elkaar, dat we dat voor elkaar boksen.